Voor het project waar we mee bezig zijn, hebben we de auto zo op linie gezet. Volgens mij zijn we op een soort ongelukkige car meeting terechtgekomen. Hier, kijk. Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Deze ochtend begin ik helemaal zen in het zonnetje. Dit is denk ik een van de mooiste manieren hoe ik ooit mijn vlog heb gestart. Of niet, maat? Ja, ben je het er niet mee eens? Ja, ik vind het met mooi weer. Mooi weer, locatie. Rust, weinig wind. Tandjes heerlijk. Nog steeds wit van jou. Heerlijk. Daar geniet ik het meest van. Ik heb er zoveel zin in. Waar ik ook van geniet is het plaatje wat voor ons is. Kijk dan, word je echt helemaal rustig. Wat rustig is dit? Geven. Dit is genieten. Man. Zonnetje op onze pan. Moet je kijken. Oh. Bij een kasteel. Bonito. Onze Lamborghinis. Prachtig. Dit is een soort droom. Dit is wat je in films ziet, maat. Ja. Of een droom. Nat. Ja. Nat. Voor een leuk project die Shahid, Enzo en ik aan het doen zijn, gaan we een fotoshoot doen met onze prachtige jur. En wie is natuurlijk weer veel te laat? Enzo. Volgens mij is het Enzo op de motor. Kijk eens even. Dit is een ziek plaatje. De drie Lambo's bij elkaar. Wat vet. De Lambo's van YouTube Nederland. Wat een plaatje. Hey Enzo! Ja. Zo Enzo, jij dacht, mijn motor is blauw, ik doe mijn haar ook blauw. Alles blauw. Ja, ik hoop dat je geen blauwe ballen hebt. Maar dat zit wel goed, denk ik. Ja. Hebben we de kontjes er nog op. Ja, super vet. Wow. Kijk, zoals jullie weten ben ik gek van feitjes, van weetjes. Vooral nutteloze feitjes en weetjes. Dus ik kwam hier aan en we werden ontvangen door de mensen van dit prachtige paleis, van dit kasteel. En ik ging gelijk vragen natuurlijk. Het komt uit 1400. Dus mama, er is iets op aarde wat ouder is dan jij. Ik wist het ook niet, maar dat kan ik niet zeggen. Het is afgebrand in 1900, hebben ze het opnieuw opgebouwd. Maar dit is vet. Park Broekhuis heet het. Dat mensen hier vroeger in woonden, joh. Je kon je gewoon een hotel van maken voor 120 man of zo. Welcome to the lobby. Van wie was dit vroeger, als ik vragen mag? Dit was een privéhuis van meneer Van Dellenstein. Wat ik weer filmde, die daar buiten met zijn grond onder ligt. Daarnaast. Ligt hij hier zo? Ja, die ligt daar zo. In dat huis daar? Ja. Die meneer, die, wat deed hij vroeger? Van Dellenstein was een... Jongens, even stil, hè. Iemand wil zijn woordje hier doen. Ja. Van Dellenstein, de familie Van Dellenstein, was een Amsterdamse koopman. Die had hier zijn buiten en hij heeft zijn geld verdiend in de VOC-periode. En alle adellijke families in die tijd hadden een buitenhuis. Was dit een buitenhuis? Dit is een buitenhuis. Je hebt trouwens heel veel in deze omgeving, heel veel buitenplaatsen. Maar wat was zijn echte huis dan? Dus... In Amsterdam. Oh, gewoon een normaal grachtenpand? Ja. Nou, normaal grachtenpand. Ja, een grachtenpand. Ja, maar vergeleken met dit is een kas van huis, joh. Ja, en dit is toch, vergeleken bij de rest, is het redelijk oké. Het is niet ongelooflijk te groot ten opzichte van de andere buitenplaatsen. Zitten er nog geheime ruimtes of zo? Nee, niet meteen. Jij moet altijd op zoek naar schatten, jij. Ja. Dan hebben we een regel in dit huis. We gaan deze kant omhoog en die kant naar beneden. Het is geen geheim, het is echt zo. Dat heeft te maken met toen de dames nog van die grote baljurken hadden. Dan konden ze elkaar niet passeren op de trap. En zo, nee. Norm en waarde. Waar is je jurk dan? Wow. Hier ben ik wel een keertje geweest. Aardige koopman. Jezus. Hij is van die pannenkoeken toch? Van koopman. Hé, hey, wat is dit dan? Ja, doe je zo. Jenna, Jenna. Hi, ja. Hij heeft niet door dat de vogelpoep in zijn nek zit. Hey, Shahid, wat ging erin? Knoppen. Oh, Enzo stilt even de show. Hey, maar Shahid, dat je niet door... Shahid, dat je niet door wat er in je nek zit. Ja, wat was dat? Vogelpoep? Nee. Nee joh, grapje, tuurlijk. Zou echt nee. Wel? Nee joh. Nee joh. Zou ik dat nooit doen? Jawel, zo ben jij. Ik heb niks gedaan. Had je het erop hier? Ze hebben zelfs ook een schilderijenkamer hier. Maar ooit is er natuurlijk een keer een brand geweest, dat heb ik net verteld. Zijn deze mee verbrand? Nee, deze lagen opgeslagen in de orangerie. Als je omdraait, het pand achter je. Ja, daar ligt toch ook die man dan in zijn graf, of niet? Ja, daar ligt hij ook in zijn graf, inderdaad. Kan je die man zien, of niet? Nee. Oh, jammer. En deze schilderijen die lagen opgerold daar, dus die hebben ze hier teruggeplaatst. We zijn anderhalf jaar bezig geweest om al deze schilderijen te restaureren. Dus deze komen origineel uit de 17e eeuw. Oké, okay, maar restaureren, als ze daar lagen, waren ze toch al goed? Nee, dat staat er ook niet. Oké. Okay. Ze zijn helemaal vergeeld en gedoe. Dus hier anderhalf jaar zijn ze ermee bezig geweest. Bedoelt u met, bedoel je? Sorry, wow. Echt? Jezus, waar zijn je manieren, man?
Ja, nee, nu voelt ze zich de hele dag voelt ze zich kut, hoor. Hebben ze met restaureren, bedoel je dan zeg maar dat ze het ook bijgeverfd hebben? Ja, dit is... Ja, restaureren. Dat is restaureren natuurlijk. Ik ben hier mee bezig geweest. Ja, maar restaureren kan ook zijn, zeg maar... bijverven, toch? Ik zei het. Nee, maar ik bedoel stukjes bij elkaar zoeken. Nee, ze waren gewoon opgerold. Dus heel goed en zo. Het was wel moeilijk hoor, als ze zo klein waren om te restaureren daarboven. Nou, ik zie één ding wat niet klein is, moet je kijken. Zo, echt. Je wilde niet goed beschermen ook. Hoe bevalt de schoolreisje, jongens? Oké, foto. Wacht, kan je nog een keer de Enzo-show doen? Even de Enzo-show? Ja. Doe even dan. Can I get a hiya? Hey mannen, luister dan. Het is 4 jaar geleden gerenoveerd. Hoeveel heeft dat gekost, denk je? Als je het al gehoord hebt net, je vroeg net aan mooie dames. Ja, hoe duur is dit broekhuisgebouw? Oh, sorry. Geen idee, priceless. Ik bedoel, het is een lieverbedrijf. Maar 10 miljoen plus? Hè? Oké, dan denk ik dat de restauratie 14 miljoen was. 14? 14 miljoen. Meer. Shout-out naar Cruijff. Meer? 14, oh 14. 14? Ja, meer dan 14 miljoen. 4 jaar geleden gerenoveerd. Dan meer. Denk ik de legale leeftijd, 18. Meer? Veel geld erin. 22. 45. Voilà! Nee. Nee, 40 miljoen of zo. Meer. 50 miljoen. Nee, meen je niet. Meer. Wat? 55 miljoen. Ja. Ja, ik kan het niet. Dus wat doen jullie met je geld? Maar dat is toch mooi? De eigenaar is gewoon liefhebber van het pand. En die zegt, ik ga dit renoveren, Hollandse glorie in stand houden. Ik hou ervan. Als je zoveel vermogen hebt, is toch prachtig? Ja, kijk, als je elke ochtend struikelt over 3 pallets... Goud. Met goud. Ja. Ja. Dan kan je wel een blokje missen. Ik had er wat anders mee gedaan, maar ik vind het heel vet. Als je een liefhebber bent... En je stopt hier 55 miljoen in, dan moet je echt een goed vermogen hebben. Ja. Want dat moet dan voor hem als een kleine verbouwer aanvoelen, anders doe je dit niet. Dan sta je, dus je moet opzet zijn met Hollandse vastgoed of zo. Maar... Ja, of met midgets. Midgets, al die kleine pakken. Nee, maar ik denk sowieso dat hij, ik weet zeker dat hij in de quote 500 staat. Ik denk dat hij wel een miljardje moet hebben. Want, ja, dat kan niet anders. Maar meneer, mocht je dit kijken, ik denk het niet. Ik denk dat je met andere dingen bezig bent als je zoveel geld hebt. Ik denk maar... niet dat hij de vlog gaat kijken. Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat hij YouTube kijkt. Ik vind het wel waanzinnig inderdaad. Precies wat je zegt, dat als je dan zo'n liefhebber bent, dat je dit in stand wil houden. En dat je dan 55 miljoen er tegenaan gooit. Nou, dan ben je wel een big baller. Ik weet niet welke aannemer dat gedaan heeft, maar die zit nu lekker denk ik in Aruba met een cocktail. Zo, of niet. Weet je wat ik nou het mooie aan dit pand vind? Hoi. Ah! Wow, ik heb jullie heel goed. Wow. Zelfs ik keek ook. Echt? Ja, Don zei tegen mij, Enzo, let op. En hij zei, wow, kijk. Ik zo. Volgens mij kijk jij ook, of niet? Ja, iedereen. Oh, zo goed. Ik hou ervan als we mijn grapjes slagen. In ieder geval, Jur, jij gaat een paar mooie foto's nemen. Ja, naar foto's schieten. Hoe wil je ons hebben? Ja, gewoon. Enzo in het midden, wij eromheen. Enzo hier, jij daar. Zie je daar. Beetje lachen. Beetje lachen, beetje fake lachen. Lachen. Ja. Weet je wel, met fake tanden. Doen alsof je het leuk vindt. Ja. Ja, doen alsof je het leuk vindt. Voor het project waar we mee bezig zijn, hebben we de auto's zo op linie gezet. En dan maken we foto's en die gaan geanimeerd worden en meer zeggen we niet. Nee, swipe op. Ja, dat kan nog niet, want we kunnen hem niet verrassen. Of aankondigen. Hey mannen, wanneer denken we ongeveer iets erover te kunnen gaan zeggen? 2 weken. Oh, wacht, hij is even content maken. Dat gaat voor altijd, hè. Content alles. Echt supermooi. Kijk eens eventjes. En dan staat hier mijn auto. En ik heb voor de allereerste keer, dat gaan jullie ook terugzien in de vlog van mij, heb ik Donse auto gezien. En het is mooi. Oi, oi, oi. Ja. Don liet er zeker geen gras over groeien. Hij dacht, ik koop hem gewoon. En dan hebben we hier ook nog... Yo, Shane! Goud! Yo, wat heerlijk. Wanneer verwachten wij überhaupt iets te gaan kunnen zeggen over wat... 2 weken of zo? 2 weken? Nee, langer denk ik. We zijn zo'n beetje vaartig of zo. Ja, ik moet nog 1 ding doorgeven. Ja, klopt. Ja. En dat is heel simpel. Kan je bij wijze van spreken binnen nu in 5 minuten? Ja, dat is mijn outfitje. Dat kan ik wel zeggen, mijn outfitje. Ja. Ja, nou daar ben je goed mee zo te zien. Dus, zit dat niet strak bij Nicky, heel erg strak. Ja, moet Nicky ook nog daarom echt letterlijk, daarom zei ik ook, alles blauw, zelfs de ballen. Ja. Door het pakkie. Ja, dat is niet normaal. Je bent bijna een cameltoe, hè? Nee, maar zo'n pak is gemaakt om alleen maar zo te zitten. Dat is echt zo. Daarom zie je al die motocross hier altijd zo krom lopen. En zo bukt het liefst alleen maar voorover. Wat fuck geeft deze aan mevrouw? Dat is wel een apart leren pakkie. Ja, dat is wel dik. Ja, backflip. Ja, flipcheck.
Kan je hem nog? Zo, val ik echt op mijn achterhoofd. Oké, maar we denken dus een weekje of drie zoiets? Ja, denk ik een weekje of drie. Ja, daar ging het over. Hè? Maar je kent het, jongens, bij influencers, bij YouTubers. Waarschijnlijk duurt het dan dubbele tijd. Dus. Nee, bij ons niet. Nee. Jullie zien het wel. Binnenkort leuk nieuws. We gaan nog een paar foto's maken hier. En dan gaan we even achter elkaar aan. Gasten op. Hey, mannen. Mannen. Ja? Mobiele eenheid. Even ref battle. Ja, maar laten we dat ergens anders doen. Oké, hoezo? Omdat... Gaan we naar Zeewolde? Oh nee, mag het hier gewoon? Wat, ik weet niet wat je wilt. Gras geven. Gewoon lawaai. Om zijn beurt ref battle heet dat. Gras geven. Hier, kijk. Gewoon, hè? Probleem opgelost. Ja. Niet normaal, hè. Pak je motor ook even bij. Als je ref battle wil doen, dan moet ik wel Marvin erbij halen. Want kijk, ik zit met mijn pakje. Ja, maar doe ook je motor erbij, dat is vet. Oh, motor. Dan hebben we motor, twee performantes en een Urus. Ja, is goed. En dan kijk hoe het klinkt. Je hebt Acra ook onder je... Ja, ik ben helemaal Acra. Als het goed is, hier ook ergens. Ja, aan de zijkant zag ik hem al staan. Hier. Kijk, Acra. Swipe op. Shout-out naar Acra. Ik heb nou alleen geen samenwerking nog. Ja, ik heb het op mijn motor zitten. En daar heb ik alles eruit geploept. Er zit niks meer in, geen filter, niks. Geen decibel killer. Gewoon straight pipe. En ik heb mijn Urus heb ik Acrapovice gewoon erin laten knallen bij Lamborghini Leuze zelf. Oké. Dus het is lawaaierig, het kan harder. Maar ik vind hem zo echt clean. Ja, maar jij rijdt elke dag en is ook wel lekker als je gewoon kleppen dicht, gewoon chill. En ik moet zeggen dat dit wel een van de best geïsoleerde auto's zijn van binnen. Klopt, want... maar je hebt akoestisch glas, hè? Wist je dat? Kijk. Je hebt dubbele... Ja, dubbel glas. Akoestisch glas. Ja, dus dat is echt super nice. Dus het is heel stil binnen. Maar ik verbaas me toch wel elke keer weer als ik dan... gas intrap. Mijmen voorbij zie rijden, terwijl ik bijvoorbeeld gewoon buiten ben. Op de motor. Van, wow, dat is gewoon mijn auto. En dan ook die roffels zo. Gruwelijk. V8 biturbo, hè? Ja, echt. Ja, en wij hebben... V12, hè? V10. Ja, Ventadors hebben de V12 en V10. We hebben allebei een titanium uitlaat van de Huracan Super Trofeo. Ja, dat is niet normaal. En die schiet er gewoon vlam af vanuit fabriek. Maar dat dit gewoon standaard geleverd wordt bij die auto's, ja, eigenlijk gewoon verboden. Ja. Nou, laat het zo zeggen, Lambo, die, het wordt een beetje gedoogd door de EU-wetten. Ja, nou, ik vind het gruwelijk. Blijft Italiaans, hè? Dus, laten we eerlijk zijn, ik vind het gruwelijk. Oké, Miron, aan jou de eer. Oh, we gaan om zijn beurt. Ja, om zijn beurt. Ja, kan ook door elkaar, maar hoor je het niet goed, denk ik. Ja, dat is waar. Maar hij is nu niet helemaal warm, natuurlijk. Ja, maar moeten we ze recht zetten of niet? Kijk hoeveel graden die is. Wow. Ja, dit is goed. Hij is 69 graden. Is dat toeval of... Klep open. Reffie! Knallen zijn hard. Goed gekeurd, hè? Ja, sowieso, man. Heel goed. Ah, deze auto's. Je hebt gewonnen, doe maar uit. Doe maar uit, je hebt gewonnen. Het gaat niet om het winnen, het gaat omdat het leuk is met z'n allen. Ja, dat is waar. En ik weet zeker dat er genoeg kijkers zijn die het vet vinden om gewoon om zijn beurt even het geluid te horen. Ja. Wat doe je nou? Klep open, oké. Okay. Gast, dit is niet normaal, jongen. Ik ga morgen even naar Hans Anders, maar dan voor oren. Hoe heet dat? Wat zeg je? Ja, dat is niet normaal dit. Ja, nu die van Jeep nog, is in principe natuurlijk hetzelfde, maar... Weet je wat het is met uitlaten? Hoe meer je rijdt, hoe harder ze worden. En ik heb meer kilometers erop. Ah. Dus dat kan. Is dat echt zo, ja? Ja, dat is echt zo. Nou, maar ik heb 90.000 op de teller, dus... Maar je hebt pas later die Acra eronder gezet. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Ga je hem oprijden? Echt helemaal oprijden? Helemaal oprijden. Ja? Ik heb tegen Lamborghini Leuze gezegd van ik ga... Gewoon 3 ton erop. Ik ga op deze Urus ga ik de meeste kilometers zetten. Gewoon de meest brede Urus van de wereld. Ja? Ja, en toen zei ze dus van oké, als jij het voor elkaar krijgt om 300.000 op de teller te krijgen... dan denk ik dat de eigenaar van Lambo jou gaat uitnodigen bij de fabriek. Nou, maar, daar ga ik voor. Dan kunnen ze zien in het systeem of zo hoeveel mensen rijden. Ja, ja, ze kunnen precies zien hoeveel kilometer welke Urus heeft gereden. Dus sowieso nog 11.000 en dan is het een feestje, dan heb ik de 100.000. Maar bijna de ton inderdaad. Maar ja, jij 20.000, maar je hebt ondertussen ook een aardig wat kilometers met bussie gereden. Zo, de bussie is helemaal... Dat is goud, hè? Ja, dat is leuk. Oh. Bankbak zit nog steeds in. Ga je die niet een keer rappen of zo? Jawel, ik heb wel een ideeën voor. Oh, vet. Ja, je moet hem maken zoals de A-team met zijn spoiler achterop. Zo'n spoiler op dat bussie. Zo'n machine gun erop, zo'n gatbol in het dak. En dan moet je mees maken als BA. Met die gouden chains. Nodig, denk ik. Oh, nou, ja, goed, man. Hey, Galit. Het is jouw beurt. U, meneer. Oké.
Ja, oké. Okay. Oh, het is echt, het doet zoveel pijn aan je oren, gek. Ja, dat is hard, hè? Voh. Normaal, hè? Genieten. Ja, heerlijk, heerlijk. Kom, we gaan er vandoor. Ja, kijk. Woe, daar gaan we. Achter elkaar aan. Dit is wel voor je doet. Dit is echt leuk, gezellig man. Dit is met z'n allen. Ja. We moeten de hele middag gaan toeren. Ja, is goed. En natuurlijk moeten we ook even langs de Mac. Maar bij de Mac is het altijd chaos. Moet je kijken, gek. Oh, yo. Deur is open. Nee, is het goed als ik bij jou even instap? Ja, natuurlijk. Ik kom. Heb wel zin in de Mac. Ja, is goed. Wat een chaos, hè? Normaal, bro. Ja, oh. Niet normaal. Zoveel mensen ook. Nicky Romero erbij. Ja, joh. Zag je die motors gaan? Hè? Die motors, man. Ja, ja, echt ziek. Ging daar zo goed op. Gaaf, man. Ja, echt. Nicky rijdt dan op een Ducati en zo op een Yamaha. Ja, zo'n supermotor, een soort crossmotor. Ah, fuck. Ja, ik zweet als een gek, jongen. Wow. Ik vond het zo vet. Helemaal adrenaline. Zo hype. Zoveel mensen hier ook. Even wat reffies gooien. Zoveel mensen gek. Niet normaal, hou. Oh, volgens mij zijn we op een soort per ongeluk een car meeting terechtgekomen. Hier, kijk. Hè? Renault RS, Ford RS. Nog meer? Ja. Kijk dan. Audi RS5, Subaru's, Nissan's. Hier, je hoort ze ook reffen. Die apart hoor je. We zijn op ongeluk een car meeting gewoon. Wat was deze bedoeling? Gewoon per ongeluk. Ja, we mogen een Mac pakken, gek. Hoe random is dit? Dit is zo kut. Dit is het meest beschamende wat je kan overkomen. Jay! Die gaat niet reageren. Kijk, zijn colaatje is gevallen. In zijn auto op de grond. Iedereen kijkt. Wat een crazy dit is. Ja, man. Het is gewoon een soort supercar meeting hier. Ja, maar we komen ook gewoon toevallig in een car meeting terecht. Even een Mackie pakken. Heb je gezien wat Zeta heeft zijn cola laten brengen? Ja, maar hij is boos. Hij is echt pissig. Ook voor al die mensen in zijn auto. Helemaal kut. Hey, Shahid! Wat gebeurde er? Shahid. Cola had ik op mijn dak gezet. Het diefde van mijn dak af. En ik gaf ook nog eens gas. En toen bij Jur erover ging. Bij Jur ook nog? Gas. Gas in je auto, op de grond. Ja, valt me niet in de auto weg, maar meer tegen op de... Oh. Ja. Kijk mijn fucking broek. Ah, heb je broek gezeken, maat? Hij denkt dat het een goed idee is. Ik hoorde hem schelden. Ja. Gas, kijk dan. Kijk. Wat? Dat was in de auto. Au, zet erop! Laat zien. Wacht, reflectie, kom eens. Laat zien. Kun je naar mijn head roepen? Wat zeg je? Ook echt in de auto, gek. Dat is toch ziek, man. Wow. Ik kan hem scheuren zonder te scheuren. Dat deed je echt in groep 3, weet je. Oh, kijk, ik kan hem scheuren zonder te scheuren. Ja, hij heeft jouw nummer. We hebben een quad, we hebben een skelter. Let's go. Ready, Gio? Ja. En voor duidelijkheid, dit was zijn idee. Let's go! Woe! Dit is toch ziek? Oh god. Red Bull! Zo moeilijk filmen dit! Yo, wat dit is veel te leuk. Nee. Oh, wat een jeugd heb ik kids hier. Ah. Oh, snel. Oh, god. Ah. Ah. Oh, wat gaat hier? Oh, Gio, dit is leuk, gast. Wat stond op camera dat je viel? Ja, staat erop, denk ik het wel. Denk het wel, ja. Maar dat je dit in je jeugd doet, Gio, is dat niet helemaal lijp? Dat zei je ook al toen ik met de Porsche ging rijden. Ja, je bent 10. Whoopsie poepsie, outro vergeten. Ik ben bij Sheet blijven slapen, dat gaan jullie in de vlog van morgen zien. Dit was een hele goede dag. Ik zei echt tegen Sheet, yo gast, wat is dit genieten met Enzo. Met die Lambo's en ook Nicky Romero en gewoon met z'n allen op die snelweg. En gewoon een beetje rijden en reffen en
genieten. Het was zo genieten en ik hoop dat jullie mee hebben genoten. Mocht dat nou zijn, vergeet zeker niet te abonneren hier beneden. En dan ga ik jullie morgen zien om 5 uur. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga zelf wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later. Fucking YouTube Nederland, dit slaat toch ook weer helemaal nergens op. Wat goed.